Straks wordt hier de wedstrijd Heerenveen FC Groningen gespeeld. Een wedstrijd die altijd bekend stond als de derby van het noorden. Maar nu, sinds Cambuur gepromoveerd is naar de Eredivisie en over 2 weken hier de wedstrijd tegen Cambuur op het programma staat, vragen wij ons af, is de wedstrijd tegen FC Groningen nog steeds een echte derby? Ja, natuurlijk is het liefst een derby. Ik vind het wel, het heeft ook natuurlijk te maken met de traditie. Al vele jaren wordt het gespeeld, dus dat vind ik echt wel een derby. Ik denk dat het nou wel Heerenveen-Cambuur gaat worden eigenlijk. Toch wel. Als echte derby. Als echte derby, als echte Friese derby. Nou, nu met Cambuur denk ik wel minder, maar het blijft toch wel speciaal. Jazeker, dat is de derby, hè? Dat was het altijd en dat is het nog. Ja, vind ik wel. Ja, ook nu Cambuur erbij is gekomen? Ja, dat is toch niet echt een club of wel? Het is jarenlang is er de derby geweest en ik blijf dit nog echt een derby vinden, hoor. Nou, eigenlijk niet echt meer, nee. We hebben nu wel een vervanger met Cambuur erbij. Dus het blijft natuurlijk wel een mooie, interessante wedstrijd, maar het is niet echt een derby meer. Mee eens. Helemaal mee eens, ja. Bijna aan toe te voegen. De trots van het Noorden, dat zijn wij. Niet Groningen.